hitte, regen, onweer. De 43e editie van het paalzitten in Lambertschaag is zwaar. Wat is er dan nog leuk? Nou, eigenlijk helemaal niks. Want het zit natuurlijk voor geen meter op zo'n paaltje. Maar als je eindelijk eraf komt en je krijgt dan het geld en de onthaal, want de hele dijk staat dan vanmiddag vol met mensen, dan is het net of je wereldkampioen geworden bent. Dus daar doe je het eigenlijk allemaal voor me. Maar het blijft zwaar. Hoe voelt het na 2 dagen op een paal? Op het moment wel goed, maar ik heb afgelopen nacht niet zo lekker gehad. Als je in een dipje raakt, dan wil je van de paal of wil je slapen, wil je bed in. Maar je zit met maten naast je die de hele tijd oppeppen om te blijven zitten en die je pushen. Ja, het is zwaar. Het is gelukkig wel al wat afgekoeld. Dus het is nu beter te doen. Gisteren was het heet, hè? Ja, niet te doen. Oh, het zweet kwam overal vandaan. Het paalzitten was dit jaar echt afzien. Ja, het is, de jongens krijgen wel wat voor hun kiezen inderdaad. Ja. Maar vooral als het zo warm is, dan is er ook helemaal niks te doen hier op de dijk. Dus dan heb je ook niks om naar te kijken. Anders laait dat je even af. Maar je moet uitkijken dat je geen zonnesteek oploopt. Of goed koelen met water en goed drinken. Dus dan is het wel vol te houden. Vannacht was er zelfs onweer. Nou, dat hadden we vannacht even last van. Toen onweerde het een klein beetje. Ja, dan gaan natuurlijk alle telefoons van wat ga je doen? Moeten ze eraf? Nog niet? Maar dat viel gelukkig mee. Behalve de omstandigheden liggen ook de regels er niet om. En je mag ook niet eraf om te slapen of een rondje lopen of plassen of wat dan ook. Dat gebeurt allemaal hierop. Vandaar die parasol? Ja, vandaar die parasol, ja. Heb je nog een beetje privacy? Ja, die krijg je wel. Maar er zijn ongetwijfeld altijd mensen die het zien. Krijg je geen verschrikkelijke houten reet? Nou, die heb ik zeker gehad. Maar dat is nu weer even weg, gelukkig. Ik heb wel, sinds ik zit, na 10 minuten al last van mijn rug. Maar ja, dat went allemaal wel. De vraag is dan ook, waarom je daaraan meedoet? Het is een traditie, denk ik, van Abbekerk Lambertschaag. En ik was vorig jaar net week 16. En toen mijn vader heb ook gezeten, mijn oom heb gezeten. Dus ik wou het graag zelf ook eruit proberen. En ook het geld van sponsoren vergoedt een hoop. Lekker